Op en top gerestaureerd, deze mooie type drievaasbek. Joop stond er ook al mee in een boksertje. Voor de mensen die nog eens zijn verhaal moeten nalezen. Onder de titel De Vliegende Hollander. En wie graag op podium staat bij prijsuitreiking, kan misschien best eens een bot doen op deze brilkever van Joop. Want er staat zo'n beetje overal aan te schuiven altijd op de prijsuitreiking. Toch verdient natuurlijk deze mooie wagen. Mooie originele staat. Jo, ook voorzitter van de Limburgse Geberclub. Volgende week kun je bij Hanna treffen hier. Een vijftal kilometer hier vandaan in Diepenbeek. We hopen hem natuurlijk ook een mooie opkomst toe. Proficiat Jo en tot volgende week. En dan hebben we de volgende de top 10. Wagen nummer 73. Johan Kromme. Je ziet dat is nog nieuw, dat piept nog. Daar hangt nog een OCC-plaat op. Proficiat met deze mooie Gever Cabrio. Johan. En welkom en gezond terug die hele verre rit terug naar huis. Die weet niet wist, die Johan is van Diepenbeek, dat is nog zeker 5 kilometer. Wagen nummer 52. De eerste man die vanmorgen het slechte weer trotseerde om tot Kortesem te komen. Kijk, dit is nu een voorbeeld van een hele mooie kastanbroek. Deze wagen ook zo lijkt over, er staat een kleine kwamekje op de zijkant. Dus voor zoiets moet je bij carrosserie goed zijn. Proficiat Dirk en uw trofee, bedankt voor het komen en wel terug naar zitten. Ook in de top 10, wagen nummer 42, komt uit het grenzen met een bepaald oostak. En voor diegenen die niet bekend zijn in het VW-wereldje, dit is dus een VW Tita 181. In de volksmond altijd factievelijk een kubel genoemd, maar dat zullen we maar door de vingers zien. Heel mooi exemplaar deze nog met de mooie vijfkaartspellingen. Mario, proficiat, bedankt voor het komen. En een veilige rit terug naar ons vader. Mario, nummer 6. Die was er dus al bij vanaf de vrijdag. En valt dus ook in de top 10 hier bij de prijzen. Casimir uit de Deelse Landwaard. Oud-lid van de Belgische Kitcar Club. Ze staan ondertussen al 20 jaar. Dus. Hij was er al bij van half jaren 80. Het is een wagen uit 1959. Bestonden er nog geen buggies. Dus. Dat is buggy avant la lettre. Helemaal mooi, prachtig gerestaureerd. Een schroefje drie keer rondgedraaid. Proficiat Casimir. Nog vele jaren. En dan hebben we nummer 33. Dirk Hazen, ze noemen hem ook Dirk Draait. Ik weet niet hoe dat komt. Waarschijnlijk omdat hij af en toe wel een scherpe commentaar geeft op de forums. En daar kennen we hem voor. Daar hebben we hem ook voor. Proficiat Dirk. En dit is dus een type boomtruik uit 2002 in onze allerfavoriete kleur geel. Dag Dirk, bedankt voor het komen. Goed terug naar Leiden. In een voiture nu nogal second fees. Voor hem, Yves Koenis. Dat is zo'n koks, Volkswagen koks van Trebon in Tart. Surtout l'intérieur. Bienvenue, surtout pour les bisous ici. Merci pour venir, bienvenue à la maison. Deelnemer nummer 17.
Ook gekend als Johan van de Buik Brothers. Ook gekend als iemand die elk jaar bij ons met de prijs gaat wegloopt. Maar ja, dan moet de ander alleen maar motiveren om een even mooie type 1 doka te maken natuurlijk. Proficiat Johan. En tot volgend jaar om de prijs uit te brengen. Met het nummer 4, nog een deelnemer van het eerste uur. Ook een lid van de Buik Brothers. We willen die Buik Brothers zeker bedanken van bij ons een beetje dat bejaars op de camping. En op de 5 gisteravond te komen verzorgen. Maar bij het Han, het is een mooie T2D. In blauw. En op tenen aflaat. Even een applausje. Proficiat Robert. Bedankt voor het komen natuurlijk. Kijk gedaan. We hebben een juweeltje wat we hier hebben op Buggy gekiet. Dat maakt hem wel eens kuisen, man. Toen was afgeleverd met zijn verjaardag met die rode strik rond, was hij nog net iets mooier. Dit bewijst ook dat de voorzitter van de Belgische Kipkaart Club iets meer kan dan gewoon voorzitter. Het meeste werk aan deze Buggy is door hem geleverd. Het is een prachtig resultaat. De eigenaar is Bart Nicolaas hier uit Kortesem. Proficiat daar. Bedankt voor het komen. En hiervoor naar huis. Opgepast, hier komt er een met een blauwe lamp, maar dat schijnt ze dan wel wat. En die pas, ook in de prijzen gevallen met deelnemer nummer 75, Volkswagen T2. Dusje, het is een T2P, dat zie je aan de plaatsing van de spiegels. En dan zeg ik, de pinkers van boord. Eddie, beter bekend als de man van de Loonse Takeldienst, kan uit een heel assortiment putten met en zonder zwaailicht, dus voor altijd veiligheid. Proficiat Eddie, bedankt voor het komen. En wagen nummer 83. Je ziet ze ook niet meer zoveel. Hè. De Opel Coupés. Deze 1963 van Chris uit Geel. Een heel mooi exemplaar. Speciaal kontje ook. En hij heeft wel een speciale geluid. Dus ook wel een speciale motor ook veronderstel ik. Proficiat Chris. Bedankt voor vanuit Geel tot hier te komen. En proficiat met de prijs. Best of Kipcar vandaag. Er stonden ze ergens geparkeerd, dus er zijn er 2 extra deuren tussen gesprongen. En er was laatste tot hier gehaald, want misschien raakt hij hier niet gedraaid op dat stuk. Maar hij is toch proficiat met deze mooie uitvoering. Volkswagen 1303, Grimo uit 87. Guido uit Woudhalen. Proficiat.